De negende maand van de islamitische maandkalender is afgelopen en wordt afgesloten met het Eid al-Fitr, oftewel het suikerfeest. Na een maand lang vasten mogen de moslims eindelijk weer overdag eten, drinken en gemeenschap hebben. Het ochtendgebed werd druk bezocht. Vanwege deze drukte heeft de moskee verschillende maatregelen genomen om zo goed als mogelijk aan alle richtlijnen van het RIVM te voldoen. Zo konden mensen bijvoorbeeld buiten op de stoep of in de tent bidden. Ook was er besloten om alleen mannen uit te nodigen. Goedemorgen en Eid Mubarak Sa'id. Gefeliciteerd met het suikerfeest. Wat opvallend is vandaag, is eigenlijk dat vandaag hemelsvaartdag en tegelijkertijd Eid, suikerfeest. De meeste mensen zullen denken van ja, je vast, het is natuurlijk pittig, je werkt, et cetera. Je mag niet eten, je mag niet drinken. Maar het is ook een maand van bezinning. En dat is wat het je meest raakt als moslim zijnde. Je weet meer waar het om draait eigenlijk in het leven. Wij als moslims geloven in de schepper, Allah. En wij danken hem voor alle gunsten die hij ons geeft. Het eten thuis is heel belangrijk. Wij eten veel koekjes met amandelen. En wij bidden voor Allah dat Ramadan afgelopen is. Naast het ochtendgebed in de moskee wordt het suikerfeest ook thuis gevierd. Zo ook bij Maha Alzeer. Samen met haar familie is zij 5 jaar geleden uit Syrië naar Nederland gekomen en is ze erg blij dat ze hier in Amstelveen haar geloof en bijbehorende tradities kan blijven uitoefenen. Ja, wij proberen alles met mijn kinderen, met mooie eten, met lekker eten om te maken. Ja, en met de familie. Wat heb je gemaakt? Lekker koekjes. Koekjes, baklava? Baklava, ja. Hoe lang ben je bezig geweest in de keuken om alles te maken? 3 dagen. Wat lang, hè? Ja. Ja, laten we 3 dagen van Ramadan. Alle tijd bezig met vieren bij suikerfeest. Ja. Ben je blij dat de Ramadan voorbij is? Dat je weer lekker koekjes kan eten? Ja, Ramadan is altijd leuk om te doen met Ramadan. Maar ik ben blij dat ik lekker koekjes kan eten. Ik vanochtend heb ontbeten. Een croissant. Croissantje met koffie.